Zondag 1 oktober organiseert de buurtvereniging De Eendracht de 74ste Beekse Vlooienmarkt. Een markt die jaarlijks vele bezoekers trekt uit naaste en verre omgeving. Het is een markt oude stijl, dus geen handelaren, maar uitsluitend door de vereniging zelf verzamelde spullen. Hoe lang bestaat de Vlooienmarkt al? Wij staan hier nu voor dit is de 74ste Vlooienmarkt. En ook tevens de laatste, helaas in verband met ziekte van Mari. Wij staan hier ongeveer een jaar of 15 alweer aan de Vlooienmarkt, 2 keer per jaar. Dus dat is gewoon een prachtig mooi evenement. De 74ste keer, het blijft leuk. Ja, we genieten ervan. Ook de week ervoor met opbouwen en dadelijk met opruimen. En het is gewoon prachtig. En ook belangrijk, de kassa. Ik ben vanaf de oprichting betrokken bij de buurtvereniging voor de Vlooienmarkt. Dat heb ik samen met Mari opgericht toen de tijd. En op een gegeven moment moest er een goed volk aan de kassa komen die het snel en vlot zou uitvoeren. En dan zijn wij met z'n drieën geworden. Voor organisator Mari Verrijken was er nog een verrassing. Daarom heeft het bestuur, nadat vele leden aangaven dat we iets voor je moesten doen, besloten jou volgens artikel 5, lid 2, te benoemen tot erelid van onze vereniging. Ja.